Kakkie, Kasby, Swerging, Nup, 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 en Kap, Ja, Bam, Bonwalking. En ik heb hoofdpijn en keelpijn en pijn in mijn lichaam. En de rest is don't be like this. I'm sick. Yo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Bradley Bravert en als je dat nog niet weet, dan weet je dat. Nee, wat goed. Wat had het anders moeten zijn? Ik weet dat niet, of zo. Nooit. Weet ik veel. Alles weet je dat? Nooit. Is het de allereerste video die je van mij kijkt? Zorg er even voor dat je abonneert op mijn kanaal. En ben je nou al wel geabonneerd? Zorg er dan even voor dat je het belletje aandoet. En dan word je deel van de Awkward Family. Awkward Family! Ik ben vandaag met een nieuw persoon. Yay! Een gloednieuw persoon die misschien een aantal van jullie nog niet eens kennen. Misschien een paar wel. Misschien een paar wel. Dit is... Lola Lotta Ross! De enige echte. Ja. Ja. Zoals je al eerder hebt gezien, heb ik ooit video's gemaakt dat ik smaakpupilveranderpilletjes ga gebruiken. En vandaag heb ik jullie gebeden weer gehoord en ga ik hem weer een keer uitvoeren. Ja, wou je het graag? Wou je kijken of je het graag? Ja, nou ik zei dat ik dit nog een keer zei ze, ja, maak er een serie van. Vandaar dat ik nu terug ben en dan gaan we het weer doen. Ik ben zo benieuwd. Ik vind het een beetje eng. Het is maar 2 uur, toch? Ja, zoiets. Ik praat er echt over alsof het een bad trip is of zo. Het is dit. I'm scared. Oh man. Kijk, hier heb je je... Ga ik naar rozijnen? Ga ik naar rozijnen? Ben je klaar voor? Wat? Cheers. Nu mag je lekker zuigen. Zuigen, kring? Zuigen, kring. Heb het jij? Smaak naar rozijntjes, echt. Mijn lichaam denkt echt, nee. Stop, niet doen. Lotta, die vindt een bepaald soort eten niet lekker. En we gaan nu eigenlijk kijken, door middel van deze pil, of ze nou dat eten wel lekker vindt. Eerlijk, dan ga ik het gewoon gebruiken als ik bij familie moet eten. Chop ik het even. Maar even, als, misschien kinderen die gewoon groenten niet lusten bijvoorbeeld. Dan kan ik toch gewoon dat geven. Ik ook, mijn groente is fucking vies. Heel lustig. Echt wel vies. Hier, dit is de rode kool. No man. Lust je een boerenkool? Nee. Alleen van mijn oma. We gaan het doen met tomaten. Lust je tomaten? Ja. Oh, nou, dat gaan we kijken of het anders smaakt. Lust je ananas? Ja. Oh. We gaan kijken of het anders smaakt. We gaan het doen met wijn. Daar ben ik heel benieuwd naar hoor. Met? Spinazie. Spinazie is nasty. Limoensap. Normaal gesproken is het echt super zuur. Ja. Maar het zou niet heel zoet moeten smaken. Curious. Lekker gek. Sinaasappelsap. Deze lijkt me echt heel messy. Tomatensap. Tomatensap. Zo, weg maar nou. Nee. Nou zuiver ik ook. Oh ja, en we hebben ook nog gember. Dat ben ik vergeten te zeggen, maar dat ligt... Oh ja, gember. Heb je dat dan met sushi? Ik eet sowieso geen sushi. Nee. 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 Ah. Ik dat niet. Oeh. Hoe kan jij leven? Gewoon blijven lopen. Ben je klaar voor de eerste? Het is nu al ingewerkt. Jawel, ja. Ik ben vooral bang voor de tomaat, want ik vind tomaat wel lekker, maar ik vind het altijd best wel intens. Zullen we die beginnen? Zo, ja. Tomaat? Pak hem, kind. Nou, daar gaan we. Ik hoor je de normale smaak van tomaat even in je hoofd. Ja, hij zit erin. Hij zit erin. Zit hij erin? Zit hij er bij jou? Diep? Heel diep. Goed zo. Daar gaan we. 3, 2, 1. Alleen, het is zoeter hoor. Zo zoet zijn tomaten niet hoor. Echt niet. Nee? Nee. Oh wacht, nu komt die pas. Wat dan? Ik proef de bitterheid niet. Ik weet echt niet wat niet. Nee, het is toch bij mij gewoon echt zoet. Echt? Heel zoet. Dit was niet echt iets ofzo. Maar we hebben die pilletjes net genomen. Ja, maar het kan ook tomaat. Alsof ik een heel avondeten heb gegeten. Misschien moeten we dan met die citroen dingen doen. Want dat is vaak wel iets heftiger dat het echt zoet gaat smaken. Dus je wil nu limoen? Ja. Oké. Okay. Mag ik jou erin spuiten? Je hoofd erachter. Oh, niet in mijn oog, niet in mijn oog, niet in mijn oog. Ja, dat gaat zo hard prikken. Ogen dicht. Oké. Okay. What the hell? Heel is het zuur? Raar. Het is niet zuur. Maar mijn kaken gaan zo. Ga wel, maar het is zuur. Maar het is zoet. Hè? Oh, je voelt het inderdaad die kracht voel je dan op je kaken gaan. Van, oh, het is het verzuren. Want je lichaam. Want je tong reageert op het zuur. Ja. Maar je proeft het niet. Dit is heel heftig. We zijn net van die baby's. Die zijn. Ja. Oh, dit is echt. Ah. What the fuck? Maar het smaakt. Ik ga kwijlen! Ik ga kwijlen! Bradley, ik heb gewoon gekweld! Auw, het
zuur. Auw. Oh, wat een ervaring, man. Holy shit. Maar we gaan nu verder met de spinazie. Spinazie? Ja. Dit wordt wel iets heftigs, hè? Want dit lust jij echt niet. Nee. Wat een chips is. Nou. Nee, klaar. 3, 2, 1. Ik heb een ervaring dat spinazie wel intenser is. Ja. Nog steeds proef je wel groen. Het is nu alsof je gewoon een blaadje eet. Gewoon uit een boom. Ja? Alsof het niet echt spinazie is. Eerlijk, het is beter. Het is niet die hap die ik denk dat ik echt... Maar dit smaakt gewoon naar sla. Dit smaakt gewoon naar sla. Oh my lord. Oh my lord. Life hack. Gasp. Het is wel lekkerder. Ja, is citroen. Win nu al. Ik ga dood. Ja, ja. Gewoon. Wat zei ik? Wat zei ik? Ja, ja. Ja, ja. What the fuck? What the fuck? Je gaat zo inzoomd zijn bij deze video. Maar echt. Ananas. Ja, ga voor het zoets. Ik spuugde ook. We nasty. Oké, okay, ananas. Ananas. Oké, okay. Okay, ik leg. Dus pak het en... Nee, nu is het klaar. Nu kan het niet meer, oké? Okay? Oké, okay. Are you ready? Cheers. Wordt het heel goed. I love it. Alsof er suiker overheen ging. Ik ga die hele bak opeten. Maar het smaakt niet heel anders. Het is alsof je hele intense ananas hebt. Lekker, ja? Lekker hoor. Dit was gewoon ik vond deze niet heel interessant, to be honest. Ik spuug er weer. Spuug je weer? Maar het waren kleine, zo'n straaltje dat ze eruit moet spelen. Waar gaan we nu voor? We hebben 3 keer drinken. Ja. Laten we de gember op het einde doen. Hallé. Oh honey. Oh honey. Kies jij maar, want ik heb het net allemaal gekozen. Dat pakken we nu. Dat zien we als appelsap. Nou, ik ben benieuwd. Proost. Zeg, proost op het leven. Wow. Heel maar, zoet, wederom. Maar niet zuur. Vertel niet, vertel. Totaal niet. Ken je dat filmpje? Heb je dat filmpje gezien? Ja! Wat ken je dat filmpje met die kinderen met dat haar? Dat is zo. Maar dat is ook het vieste. Oh, wie geeft ze kind dat? Laten we tomatensap gaan proberen. Oké. Okay. Tomatensap, je spuugt weer. Je spuugt weg. Ik ben weg, ik ben weg. En ik kan het niet meer aan. Ik kan het niet meer aan. Wat de hel is er met deze pillen? Je smaak van pillen gaat helemaal... Oh, dit is echt heel goor, zou ik vinden. Oh, ik moet er niet aan denken. Lijkt op bloed. Weet je waar ik naar ruik? Witte bonen. Witte bonen, tomatensaus! Ja! Dat is het gewoon. Mensen drinken dit gewoon on a regular basis. In de ochtend wordt het wakker en denk ik ik heb echt een glaasje tomatensaus. Heb het even. Ik vind het zo vies. Het is echt heel naar. Het smaakt naar kots. Alsof je letterlijk iemand die net tomatensoep heeft gehad. En dan een uurtje, 2 uurtjes later is het koud geworden in zijn buik. Eeuw! En dan... Eeuw! Oh my god. We pakken nu gember. Is ginger toch? Maar lijkt ginger! Ja! Yeah. Sommigen zeggen het gras lijkt wel groener. Oh my god, ga verder. Hallo dames. Hoi Erik! Ik ben eens gaan kijken om het gras te vergelijken. Ja! Yeah. Maar dat was het dus niet. Nee! Ik was diegene die Toby Spice mee kan praten. So 1, 2, 3, now baby. Here we go, go, go. Here we go, here we go. Oh, this is better. Oké. Okay. Oh, dit is niet goed. Nee. Sorry. Ik ben al zo Oh my god, ik heb het. Dit doet pijn, hè? Het is heel heftig. Wow, ik had helemaal niet verwacht dat het zo intens zou zijn. Het was heel erg. De beste keuze van dit jaar. Nu al. Ik vind het zo... Nee, je moet nou ophouden. Wij zitten helemaal onder elkaar kwel. Je houdt van de kakel. Je
En op een gegeven moment lachen ze samen. En die vrouw doet... What the hell was that? What was that noise? You've never made that noise. Ik kan niet meer. Oh, dit is de allerlaatste. Wijn! Niks 18! Oké, nou, proost. Oké, gaat ie. Oh, ik hoop dat het lekker is. Weet je wat het is? Wijn heeft sowieso een beetje zo'n gekke smaak van... Dat het niet makkelijk gewoon even een limonaadje met je gewoon tak, 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 weg... Dus, en ik heb het idee dat dat nog erger is. Dat je niet, dat hij niet in je luchtpijp gaat en dat je steekt. Dat, weet je wel? Daar is het voor. Alsof je de alcohol veel harder smaakt. Ja. Dat is het. Wow. Wow. Dus zijn er dingen die je niet lekker vond waarvan je denkt, nou met die dillen dus echt, lust ik het opeens wel. Nou, spinazie. Ja. Dat was gewoon sla. Dus dat was echt zeker te doen. En, gember was trouwens echt geen verschil. Maar dat was ook gewoon niet te doen hoe we dat aten. Limoensap was intens. Dat was heel heftig. Dat zou je misschien ook doen. Tomatensap zou ik nooit meer opnieuw drinken. Nee. Ever. Goed, nou hartstikke bedankt voor het kijken van deze video. Ken je Lola Lotta Ros nog niet? Ga dan eventjes naar haar kanaal en abonneer. En laat even weten in de reacties dat je van de Awkward Family bent. Dat zou natuurlijk super leuk zijn. Vind ik echt leuk, ja. En we hebben een video op mijn kanaal gemaakt. Met wijn. Met wijn. En geheimen. Gasps. Oh my god. I'm shook. Klik dan even op de link in de beschrijving. Geef deze video een blauw duimpje omhoog. En laat ook even weten in de reacties met welke ander soort eten ik dit nog een keer moet uitvoeren. Of met wie ik dit nog moet uitvoeren. En wat vind jij lekker en niet lekker? Ja. Hou je van tomatensap of niet? Of niet? En dan zeg ik like en abonneer. En tot de volgende keer. Bye.